Geef voor iedereen. Geachte veteranen, families, dames en heren, graag heet ik u mede namens lokale burgemeester Joon van Apeldoorn en burgemeester Pennings van Voorst hartelijk welkom op deze bijzondere bijeenkomst Veteranendag 2019. Het is alweer de 13e keer dat deze bijeenkomst voor de veteranen uit de gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst wordt gehouden. Een bijeenkomst die in gewaardeerde samenwerking met het comité Veteranendag en onderdelen van Defensie tot stand komt. Dank hiervoor. Ditmaal in de Koning Willem III kazerne, wegens een verbouwing van het gemeentehuis in Apeldoorn. En ik wil dan ook zeker de Koninklijke Marechaussee hartelijk danken voor hun gastvrijheid in hun kazerne. Daar mag u best even een applausje voor geven. Dank u wel. Straks zal ik nog iets meer vertellen over deze kazerne en dit gebouw. Het is goed te zien dat u met zoveel gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging. Ik hoor vaak van veteranen dat ze blij zijn met deze bijeenkomsten en hier graag komen. En gelukkig zien we steeds meer jonge veteranen in deze zaal. Want deze bijeenkomst is ook voor hen bedoeld. Voor alle veteranen van alle missies, ook na de Tweede Wereldoorlog. Bent u hier vandaag aanwezig omdat u aanwezig wilde zijn? Er zijn ook veteranen die deze gelegenheid bewust aan zich voorbij laten gaan in verband met andere verplichtingen of omdat ze zich nog niet geroepen voelen. Misschien een volgende keer wel. Er zijn echt ook veteranen die wel aanwezig zouden willen zijn, maar daartoe door hun fysieke of mentale situatie niet in staat zijn. Het betreft mensen die klokrond verzorging nodig hebben en vaak in een verpleegrichting verblijven. En soms vereenzamen deze mensen. Maar het zijn ook veteranen die we het liefst hier zouden willen zien. En die dat misschien ook graag zouden willen. Maar helaas niet kunnen. Het punt is dat we ze niet moeten vergeten. Er zijn vele goede voorbeelden van initiatieven om aandacht aan deze groep te besteden. Er zijn helaas ook voorbeelden van echte vereenzaamheid. Een bezoek en een kleine attentie, bijvoorbeeld rond onze jaarlijkse bijeenkomst of rond de kerstdagen, kan ik veel waardering rekenen. Ik heb Huib eens hier rond zien lopen. Als u een voorbeeld zoekt van iemand die daar invulling aan geeft, Huib, ik weet niet waar je nu bent, top, geweldig dat je af en toe bij een maatje veteraan op bezoek gaat. Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen. Very nice to be here in the beautiful, beautiful, beautiful city of St. Lauren. And I'd like to introduce you to the beautiful girls behind me, eh? Here, all the way up from the Netherlands. All the way up
for Girls Day. One and only, here they are, Donna, Rose, Peggy. My hand, if you meet me on the corner tonight, breathe, cross over the bridge, change your reckless way of living, cross over the bridge, leave your fickle past behind you, and true romance will find you. Change your reckless way of living.